plan van het patroon benieuwd, genoemd door de Britten, Hitler, Censo en de Amerikaan, de Whistling Death, de fluitende dood. Ik moet alleen maar mijn benen doen, niet mijn armen. Ik denk dat deze heel hard gaat, wat? Ik doe hier drie rotjes van in. Dat waren 100 patronen. Het is een duidelijk het verschil tussen die twee systemen van reweren. Dit is echt efficiënt. Jullie krijgen nu een battle tussen de Amerikanen en het Franse verzet en de Duitsers. Bedankt voor jullie aandacht.